Het is nog wachten, helaas, tot de zomer voordat het nieuwe seizoen van de televisiehit B&B Vol Liefde begint op RTL 4 natuurlijk. 11 vrijgezellen, B&B-eigenaren, die zijn al wel aan de kijker voorgesteld. En een van hen is Denise. Daar hebben we nu contact mee. Ik vroeg me af, Denise, je hebt dan dat voorstelrondje en dan moet je wachten tot de zomer. Is dat uit te houden? Want je weet niet wie je straks eventueel bij je B&B gaat krijgen. Ja, het is lang wachten, het is veel geduld hebben. Maar dat ben ik wel gewend. In Spanje moet je sowieso met alles geduld hebben. Dus ja, dit kan ook nog wel erbij. Ja, nou ben jij 30 jaar, je ziet er prachtig uit. Van waar je deelname aan B&B? Wil het niet zo met die Spaanse mannen daar? Nee, dat wil niet zo. En waar ik zit is weinig toerisme, dus voornamelijk Spanjaarden, Spaans toerisme. Ja, weinig Nederlandse mannen, dus eigenlijk niet. Nee. Ik ben er geen één tegengekomen hier. Nee, je zit bij Granada, hè, met je B&B. Is dat inderdaad, is de Spaanse man heel anders dan de Nederlandse man, denk jij, als we even generaliseren? Ja, ik denk het wel. Ik heb ook wel Nederlands vriendje gehad vroeger natuurlijk. En het is toch wel anders. Hier zijn ze wat harder, wat dominanter. Er is meer machismo. Ja. En de Nederlandse mannen zijn iets zachter, heb ik het idee. Oké. En dat zou jij fijn vinden om een Nederlandse man te kijken? Of kunnen ook eventueel buitenlandse mannen zich aanmelden? Ja, in principe wel, maar ik heb liever wel een Nederlandse man. Oké, want laten we het wensenlijstje meteen even afgaan. De ideale man die zich straks aanmeldt en jouw B&B binnenloopt, waar moet hij aan voldoen? Hij moet sowieso zelfverzekerd zijn, ambitieus, lief, betrouwbaar, verzorgd. Oké. Wat heeft jou doen overtuigen om mee te doen aan B&B voor Liefde? Want het is natuurlijk best wel een stap. Het kwam zo voorbij. Mijn familie die had aangegeven dat ze weer mensen zochten voor dit programma. Ja, ze weten dat ik hier heel hard aan het werk ben altijd, alleen ben en dat ik eigenlijk alleen maar met werk bezig ben. Dus zij zeiden eigenlijk tegen mij, is het niks voor jou om je daarvoor op te geven? Dan heb je in ieder geval ander soort mannen, Nederlandse mannen en dan ben je een beetje van het Spaanse, ja, misschien is dat leuk voor je. Ja, als je natuurlijk meedoet, ja, het is een enorm populair programma, dan zul je ook misschien nu al wel veel reacties krijgen. Is dat lastig? Nee, in principe niet. Nee? Nee, want... ik woon ook in Spanje, dus nee, ik maak me niet zo druk om. Dus je gaat niet de hele tijd social media af om... En is het inderdaad zo dat je als B&B-eigenaar zo druk bent om je eigen B&B draaiende te houden, dat je gewoon ook heel weinig tijd hebt om bijvoorbeeld te stappen daar, om op zoek te gaan naar een leuke vent? Ja, ik maak wel tijd voor mezelf vrij ook. Ik vind dat ook wel belangrijk hoor. Dus ik heb sowieso wel één dag in de week of zo half vrij, noem ik het dan. Ja, het is wel lastig, want het is gewoon heel veel werk en je bent er altijd mee bezig. Je moet altijd beschikbaar zijn, telefonisch vooral. En ja, ook aanwezig zijn natuurlijk. Ja, ja. Als je mee wil opzetten, dan is het wel belangrijk. Heb je nog contact gehad ook met deelnemers van vorig seizoen? Nee. Of met B&B-eigenaren? Nee. Ik heb echt het idee dat je er heel onbevangen in bent gegaan. Hè? Dat je denkt van nou, laat maar komen en we zien wel hoe het loopt. Exactly, ja. Vorig jaar was er ook wel kritiek dat er heel veel werd gewerkt door de B&B-eigenaren. Dat er eigenlijk geen tijd was en ruimte voor flirten. Mm-hmm. Ga jij dat anders aanpakken? Ga je daar bewust anders mee om? Ik denk het wel, want ik ben natuurlijk wel op zoek naar een partner. Het is niet zo dat ze mogen me helpen met mijn werk uiteraard. Maar dat is niet mijn hoofddoel. Dus ja... Ik vind het ook niet erg bijvoorbeeld als een man zijn eigen ding doet en zijn eigen ambities heeft of zijn eigen onderneming of whatever. Dan vind ik het ook prima. Dus we gaan natuurlijk wel werken. Ze moeten wel weten hoe mijn leven eruit ziet. Maar ja, dat is niet het hoofddoel. Ik vind het ook wel heel leuk om heel veel dates aan te gaan, zeg maar. En zijn er ook mannen die trouwens buiten het programma dan proberen nog om een contact met je te krijgen? Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ja, uiteraard. Ja, dat gebeurt dan ook wel. Waren dat positieve reacties? Waren er mannen heel enthousiast over? Ja, over het algemeen. Ja. En dan moet jij ze terugverwijzen naar zeg maar het programma zelf? Precies. Ik kan sowieso niet in gesprek gaan met mensen. Nee. Oké. Heb je er wel zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat het doorgaat. En ja, ik hoop dat veel leuke mannen zijn aangemeld. Nou, als mannen zitten te kijken, dan kunnen ze natuurlijk schrijven. En wie weet... krijg je straks 4 hele leuke mannen naar Granada. Ik hoop het voor je en veel succes. Dankjewel.